Breda Nu. Je weet het meteen. Het startschot is gelost door wethouder Mirjam Haag voor een nieuwe internationale schoolcampus. Scholieren van het Mensia de Mendoza en de International School Breda zullen hier worden gehuisvest. Internationale campus is belangrijk voor Mensia de Mendoza en voor ISB. Het is prachtig dat we op deze manier samen, elk met onze eigen doelgroep en vanuit onze eigen invalshoek, internationalisering in het onderwijs vorm kunnen geven. Dat wat dat betreft alleen maar uit mag groeien, dat alle experts die hier wonen, hier heel graag blijven wonen, hun leven hier goed kunnen inrichten. En dat onze jongeren mogen bloeien en nog veel meer van die mooie muziek mogen maken als dat ze nu kunnen. In a bit more than a year, in April 2019, we will come together again with a big audience. I'm so looking forward to that moment. Internationale mensen in Breda. Hoe denkt u dat dat komt? Ja, een fijne woonomgeving, een mooie stad om te wonen, genoeg te doen voor ook voor partners van mensen die hier werken. Ja, en dan blijven de mensen hier. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Nou, een grote uitdaging is, het moet allemaal groter. Hè? En de trein waarop het hier gebeurt, de trein van Mensia en de ISB, wordt niet groter. Dus je moet uiteindelijk meer ruimte hebben voor meer leerlingen. En door juist samen te werken, door niet allebei een aula te hebben, door samen gebruik te maken van dingen, kun je dat realiseren. En daar ben ik trots op. We zeggen Breda brengt het samen. Nou, hier brengen deze twee scholen het samen. Dus ik wens ze heel veel succes en kijk uit naar de opening van volgend jaar. Nou, het is natuurlijk heel erg mooi dat jullie hier zo'n samenwerking hebben. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Toevallig werd het net eventjes gememoreerd. In 2005, volgens mij, toen werkte ik zelf nog hier op het Mensia de Mendoza. Toen is er een groep mensen van bedrijfsleven hier bij de school gekomen. Die zeiden van, kunnen we niet samen in Breda een International School van de grond krijgen? Samen met Mensia. Later kwam daar het PCPO bij met Dr. de Visserschool. En nou goed, gemeente, provincie, het is daarnet ook allemaal gezegd. Die zijn er allemaal mee bezig geweest. En ja, van daaruit zijn we nu zover dat we het startschot hebben voor die school. Nee, ik ben wat dat betreft met mijn neus in de boot gevallen, want het was allemaal al lang gaande toen ik hier rector werd. En het is alleen maar heel mooi om dat nu op deze manier nog verder vorm mee te geven. Wat zijn dan de grote uitdagingen van zo'n project? Nou, de aanloopfase met alle procedures voor die gelopen waren, dat heeft wel even geduurd. En dat was bij tijden heel ingewikkeld en ook allerlei dingen waar ik gewoon compleet geen weet van had, waar we toch allemaal op moesten letten. En ja, dan heb je het over vleermuizen die ergens zitten en dat soort dingen. Dan denk ik, oh ja, dat levert dan weer vertraging op. Laat ik zeggen, die aanloopfase heeft lang geduurd. Breda Nu. Je weet het meteen.